luchtmacht een aanval op ons grondgebied gedaan. Majesteit, Rotterdam wordt platgebombardeerd. Ik ga niet naar Engeland. U moet naar Engeland om de monarchie te redden. Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie hier allemaal zijn gekomen. Mijn naam is Fred Boot en ik ben producent en initiatiefnemer van Soldaat van Oranje, de musical. Dingen zijn hier in de oorlog gebeurd die zowel met oorlog zelf als met ons verhaal van Soldaat van Oranje te maken hebben. Dus het is eigenlijk een van de meest unieke plekken om onze voorstelling te kunnen vertellen. Toen ik eenmaal zag wat voor locatie we hadden, toen werd ik werkelijk geïnspireerd om het script te schrijven. 4 jaar geleden werd een waanzinnig idee werkelijkheid. Het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfsma, de Soldaat van Oranje, werd bewerkt tot een musical en opgevoerd in het daar speciaal voor gebouwde theaterhangar hier op Vliegveld Valkenburg. Het is een voorstelling die anders wordt dan wat we gewend zijn, omdat we het op een andere manier maken. Ik ben zelf ook reuze benieuwd waar ik straks naar zit te kijken. Hoe bouw je hier een theater? Wat nog nooit gedaan is dat je het publiek in het midden zet en decor eromheen bouwt, zodat je gebruik maakt van de enorme ruimte die je hebt. Ik heb erop. Nu kan ik eindelijk aan het werk. Tegen de muur. En misschien heb je wel een been af. Het verhaal is heel belangrijk, maar ook de belevenis van de voorstelling. Het emotioneert, het raakt. En daarbij is het ook nog op een bijzondere manier verteld. Erik Hazelhoff reageerde op zich heel positief op het idee. Ook wel om die volgende generaties kennis te laten maken met het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Maar hij was daar wat dualistisch in. Hij zei, aan de ene kant zei hij van vergeet die oorlog nou eens en kijk vooruit en leef door. En aan de andere kant was hij zich er ook heel erg van bewust dat het heel goed is om juist nu, juist in deze tijd, stil te blijven staan bij wat er toen gebeurd is en lessen van het verleden te leren. Ik zie er een mogelijkheid in dat hier werkelijk iets gedaan wordt aan de nagedachtenis voor Nederlanders van de Tweede Wereldoorlog. En Soldaat van Oranje, de musical, zou geschiedenis gaan schrijven. De musical Soldaat van Oranje is zo vreselijk succesvol dat de show eigenlijk alsmaar verlengd wordt. Vliegveld Valkenburg, daar staat de musical Soldaat van Oranje al heel erg lang en heel erg vaak. Jezus, is dit de 500ste keer? Deze andere kronat is meer dan 50.000 euro waard. En dat hebben deze mensen met elkaar. En u bent de miljoenste bezoeker. Echt waar? Yeah. Als het alleen maar een loos spektakel zou zijn, dan zou die voorstelling niet zo'n succes hebben gehad. Ongelooflijk. Ik heb de 500ste ook gespeeld. En dan nu alweer de 1000ste. 1000 is een getal dat ook internationaal gewoon heel serieus genomen wordt. Het is elke avond uitverkocht. Je moet in Soldaat van Oranje gespeeld hebben, anders heb je denk ik niet geleefd. 1095 voorstellingen aan één stuk door. Een indrukwekkende mijlpaal in de Nederlandse theatergeschiedenis. Mooi! Nu, 4 jaar later, is de musical een begrip geworden. En dat komt niet alleen door de vele records die ze gebroken hebben. De voorstelling heeft de standaard gezet voor een nieuwe manier van theater maken. Je weet gewoon echt niet wat je ziet. De eerste keer dat wij hier kwamen ook, het was een soort Efteling-attractie. Dat we dachten, wat is dit nou weer eens hebben? Moeten we hierin spelen? Dan verdwijnen we toch compleet. Maar gelukkig is het zo goed op elkaar afgesteld en zo goed gedaan toch, dat je toch kan inzoomen naar een intieme scène tussen twee mensen in zo'n gigantisch decor. Ja, dus dat maakt het ook heel erg bijzonder. Die me riep in een droom en gewoon heeft gewacht tot ik kwam. Die zo helder als glas, ik was onderweg. Ja. Ik had wel het gevoel dat we met iets bijzonders bezig waren, dat wel. Bij het maken van de voorstelling, dat was ook de inzet. Om iets te gaan doen wat nog niet vertoond was. Maar dat het zo'n impact zou hebben, dat had ik van tevoren niet kunnen voorzien. Nee. Het was mijn eerste musical.
Ik ben wel enorm geholpen door Pamela Oland, die musical expert was. Waar ik ook erg veel tegen heb moeten knokken, omdat zij zo aan de wetten van de musical vasthield. Dat ik zei van nee, dat is zo Disney-achtig, dat wil ik helemaal niet. En ik heb heel veel aan Tom Harriman gehad, de componist. Die had een soort merkwaardige intuïtie van waar de liedjes moesten komen in het verhaal. Stormen, golven. Hey Bo, wat deed die voorstelling eigenlijk met jou? Nou ja, wat mij eigenlijk opviel, is dat ik vooral heel veel feiten nog weet van de geschiedenislessen, van de school. Maar dat eigenlijk het emotionele aspect eraan, hoe het voor die mensen gewoon gevoelsmatig was, dat vergeet je. En dan realiseer je ook dat nu, in een tijd waar we de vrijheid die we nu hebben, hebben we nog steeds daaraan te danken. En dat realiseren we ons nu niet meer. Het is gewoon belangrijk om een verhaal te vertellen over die Tweede Wereldoorlog. Ja. Mensen moeten weten hoe het was in die tijd. Ondanks dat het zo lang geleden is. En dat er vooral natuurlijk het vooral heel veel ouderen aangaat. Ja, maar het gaat niet alleen ouderen aan. Het gaat ook jongeren aan. Want het gaat bijvoorbeeld, hebben we hier een voorstelling gehad voor soldaten die gewond zijn geraakt in Afghanistan en in Bosnië. 1100 man die zeer angstig waren om naar die voorstelling te kijken, omdat ze eigenlijk helemaal niet meer met de oorlog geconfronteerd wilden worden. En die mensen die kwamen geheel los toen ze die voorstelling hadden gezien. Het was een waanzinnige, dramatische voorstelling toen. Echt een eerbetoon aan al diegenen die, ja, hetzij fysiek, hetzij geestelijk, gewond zijn geraakt in hun inzet voor Nederland, voor de rechtsorde, internationale rechtsorde, voor de vrede. Dus het is een hele bijzondere avond. U ging op een missie naar gebieden waar alleen een krijgsmacht kan gaan. U heeft ook persoonlijk ervaren wat de prijs daarvan kan zijn. U, stuk voor stuk, echte soldaten van Oranje. En je ziet ook dat het voor jongeren heel interessant is. Niet alleen om te weten hoe je geschiedenis is. Nee. Een geschiedenis die heel bepalend is geweest. Maar ook een oorlog die als voorbeeld staat voor vele andere oorlogen die op het ogenblik bijvoorbeeld woeden. Als ik zie dat de Jezidis op een berg massaal worden uitgemoord door ISIS-strijders. Dat zijn vergelijkbare situaties als de oorlog. Dus ja. De oorlog is hier meer een metafoor, een voorbeeld voor wat er op het ogenblik ook nog gebeurt. Dus waar je van bewust moet zijn. Het zou eigenlijk bijna verplicht moeten worden dat je al die middelbare scholieren of de jongeren naar deze musical stuurt, alleen maar om ze wakker te schudden, om te kijken wat is er nu allemaal gaande. Nou ja, verplicht in ieder geval. Ze moeten wel vrijwillig komen. Maar ja, ze komen. We zijn op het ogenblik bezig met een educatieprogramma. Mm. Waarin we het mogelijk maken voor scholieren om voor een hele gereduceerde prijs, want ja, zoveel geld kunnen scholieren niet betalen natuurlijk, maar echt voor een minimale prijs kunnen ze hier met z'n allen komen. Hoe reageert zo'n jonge iemand dan? Een jongen van 16, 15, 16? Ja, die betrekken het meteen op zichzelf. Ja. En die betrekken het meteen op zichzelf in de zin van dat ze zich afvragen, wat zou ik eigenlijk doen in zo'n situatie? En die vraag, die is heel erg belangrijk. Al vanaf het begin van Soldaat van Oranje proberen wij het publiek iets te geven van verdieping. We hebben helemaal al meteen een tentoonstelling gemaakt onder het mom van wat zou jij doen in oorlogstijd? Het belangrijkste thema van onze voorstelling is keuzes maken. En we hebben ook altijd de ambitie gehad om scholieren en jongeren naar onze voorstelling te halen. Maar dat is natuurlijk heel kostbaar. En toen hebben we besloten van ja, wat nou als we de scholierenvoorstellingen kostenneutraal gaan spelen, dus zonder winstoogmerk. Dan moeten we dus zorgen dat we in ieder geval die kostprijs gedekt hebben. En toen hebben we het initiatief genomen om een stichting op te richten, de Stichting Educatieve Theaterprojecten, waarmee we het afgelopen jaar 6 scholierenvoorstellingen hebben gedaan. Dus we hebben bijna 7000 leerlingen in de zaal gehad. En de bedoeling is nu dat we dat het liefst elke maand 1 keer gaan doen. Om dat te kunnen financieren heeft de stichting dus geld nodig. En dan gaan wij op zoek naar sponsors. We gaan op zoek naar grote fondsen die dat willen ondersteunen. Er zijn een aantal fondsen in Nederland die dat ook doen. We nodigen bedrijfsleven uit. En we kijken hoe we dat op een structurele manier kunnen aanpakken. En eigenlijk is Soldaat de eerste
ja, testcase of het echt gaat werken. Want de ambitie van de stichting, onder voorzitterschap van Walter Groene, is wel degelijk om ook ervoor te zorgen dat andere vrije theaterproducenten, dus de niet gesubsidieerde gezelschappen, gebruik kunnen maken van de stichting om op die manier historische en maatschappelijk belangrijke onderwerpen bereikbaarder en laagdrempeliger te maken voor de jongeren, de scholieren van nu. Laatst was er weer een uitkoop met een hele school in de zaal. 1100 kids van 16 of zo. En dan hou je toch je hart vast, maar die waren echt muisstil. Dus dat ging wel heel goed. Dus dan zijn ze toch onder de indruk, denk ik. Als je schoolvoorstellingen doet hier en je krijgt zelfs kinderen stil, wat ongeveer het moeilijkste publiek is wat er bestaat, dan betekent dat toch iets. Je krijgt ook een beetje een spiegel voorgehouden, want je moet je tijdens het kijken afvragen, wat zou ik zelf doen? En zou ik zelf wel dapper zijn? De Tweede Wereldoorlog die komt tot hun of via de geschiedenisles op school. Of het is een film van Steven Spielberg. Of ze horen het nog van hun ouders, omdat hun grootouders die oorlogen meegemaakt hebben. Maar het ligt steeds verder weg. En ik merkte bij mijn eigen kinderen, toen ze de voorstelling hadden gezien, dat ze vragen begonnen te stellen. En zich begonnen te interesseren in die Tweede Wereldoorlog. Is dat echt zo? En wat is er dan gebeurd? Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit de theaterhangar, de plek waar al nu 4 jaar lang Soldaat van Oranje gespeeld wordt. We hebben het geteld. Dit was aflevering 1324. Zo. Een gigantisch succes. De voorstelling die zojuist is afgelopen, en je hoort misschien op de achtergrond het rumoer nog, was een hele bijzondere voorstelling. Een voorstelling speciaal voor scholieren. 1100 scholieren in de zaal die allemaal diep, diep onder de indruk zijn van wat ze zojuist gezien hebben. Ik stel de mensen hier aan tafel op het rijtje aan jullie voor. En ik vraag ze allemaal voor ons in één woord, niet meer dan één woord, samen te vatten. Waar gaat die voorstelling nu echt over? En ik begin aan deze kant met Marianne Bruning, lerares geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden. In één woord, Soldaat van Oranje. Keuzes. Keuzes. Naast haar staat Jasmin Daoudi. Ook in één woord, Soldaat van Oranje. Wat zeg jij dan? Avontuur. Avontuur. En jij, Pablo van Bostelen? Dilemma's. Dilemma's. En ik kom bij jou uit, Frederike van der Beek. Verzet. Verzet. En is Jet Bussemaker in één woord, Soldaat van Oranje? Vriendschap. Vriendschap, oké. Okay. En naast mij staat Walter Groene. Hij is de voorzitter van een stichting die zich speciaal bezighoudt met educatieve theaterprojecten. Eén woord. Wat zou ik doen? Wat zou ik zelf doen? Die vraag staat centraal voor je. Ja, ja. En weer naast hem, Fred Boot, in één woord. Ja, ik sluit me aan bij deze twee sprekers, keuzes maken. En ook moeilijke keuzes maken. Hele moeilijke keuzes maken. Daar gaat deze voorstelling over. Ik begin even bij jullie. Jullie kwamen net uit de voorstelling en stonden eigenlijk nog een beetje zo... Wow. Ja. Vertel eens, wat een eerste reactie. Wat zeggen jullie dan? Wauw. Ja, wauw. Heel veel adrenaline. Dus het gaat echt allemaal door je heen en je geert. En het is zo geweldig. Het is zo indrukwekkend. Gewoon... Het geluid en hoe ze het doen en het decor. Je zit gewoon echt met de mond vol tanden te staren naar die voorstelling van wow, wat overkomt me, echt. Even naar jou toe, Marianne. Jij geeft geschiedenisles. Hoe pak je dit thema aan? Want mijn generatie heeft nog ouders die de oorlog meegemaakt hebben. Ja, ja. Dit is een generatie die ouders heeft en zometeen ook grootouders die de oorlog niet meegemaakt. Hoe hou je het thema waar zij over praten, keuzes maken, je bewustmaking noemt vriendschap. Hoe hou je dat levend met die Tweede Wereldoorlog steeds verder wegzakkend, bijna achter de horizon? Voor Soldaat van Oranje, omdat we naar de musical zouden gaan, heb ik speciaal met mijn collega Anjo Roos 3 lessen ontwikkeld. En daar hebben we juist heel erg toegewerkt naar die keuzes. Verzet bestond niet, dat was ook een compleet een idee, een chaos. Niemand wist hoe je verzetten moest en wat je doen moest. Dus toen ben ik voor de eerste keer in verzet gegaan door dat pamflet te schrijven wat het s'nachts overhoog. Onze presentatie gaat over Sophie Scholl en ze is overleden op 22 februari 1943. En samen met die studenten starten ze de verzetsgroep Die Weiße Rozen. De Gestapo vermoedde al een tijdje dat er pamfletten werden gemaakt in München door jullie een studentengroep. Jullie gaan inleven in de rol van Erik en jullie in de rol van Sophie. Dus jullie gaan nadenken over
Hoe zou Sophie gehandeld hebben? Hoe zou zij gedacht hebben over deze stellingen? Gewelddadig verzet is effectiever dan verzet waarbij geen geweld wordt gebruikt. Geweld gebruiken, daar heb je meer het gevoel bij altijd dat je meer doet. Maar de consequenties zijn over het algemeen groter, dus daarom is dat altijd wel een heel groot dilemma. Kijk, als je het met woorden hebt geprobeerd dan, en het lukt niet, ja, dan is je enige optie eigenlijk nog geweld. Het ligt er ook heel erg aan in welke situatie je geweld wilt gebruiken of niet. Want bijvoorbeeld, ze bombardeerden de spoorwegen en dat had niet altijd effect. Maar toen nog op Radio Oranje werd omgeroepen, jongens, leg de spoorwegen plat, lagen de spoorwegen er een paar dagen uit. Dus daar was geweldloos verzet veel effectiever dan wel geweld met het verzet. Wij vinden dat verzet zonder geweld veel beter is. Omdat het handiger is als je doordringt in de hoofd van die mensen. Dus eigenlijk propaganda maakt. Want als je geweld gebruikt tegen het Duitse Rijk, dan zit je eigenlijk net zo fout als de Duitsers. Emre zegt dus eigenlijk, waarom zou je geweld gebruiken? Want dan ben je eigenlijk net zo als degene die als eerste dat geweld gebruikt. Je moet je niet verlagen tot het niveau van die vijand. Je kunt het ook anders aanpakken. Als er iemand een officier doodschiet, dat een Duitser dan wraak neemt op de bevolking. Dat was ook het grote dilemma van verzet. En dat vind ik interessant, want jullie leren blijkbaar meer dan alleen zeg maar de lesstof van wat is de Tweede Wereldoorlog en wie vocht tegen wie. Maar je denkt ook na over morele vraagstukken, over dilemma's en over hoe je daar zelf mee om kan gaan. En we hebben allebei nodig in het onderwijs, zowel die kennis als ook zeg maar die vorming. Want daar is dit dan een belangrijk onderdeel van. Dit soort producties zijn ook uitermate geschikt voor zo'n eerste of een zeer positieve culturele ervaring. Omdat het wel zo is dat als jongeren een activiteit ondernemen en het valt niet goed, dan maak je soms meer kapot dan je lief is. Ja. Want 25% van de mensen die geweest is, komt terug. Het gebeurt steeds meer. Dat percentage is heel hard gegroeid. Daar zijn jullie blij mee? Daar zijn we heel blij mee. Lijkt waardering uit. Er zijn 1,4 miljoen mensen inmiddels naar soldaat geweest. En 25% daarvan is herhalingsbezoek. En dat zijn allemaal mensen, opa's, oma's die hun kleinkinderen meenemen. Of juist andersom, kleinkinderen die opa, oma of hun ouders meenemen. Om de persoonlijke verhalen die in die families gebeurd zijn door te vertellen. Ik kan dit alleen maar onderschrijven. Want nadat ik met mijn dochter naar deze voorstelling was geweest, kwam ik bij mijn ouders. En kwamen opeens weer alle oorlogsverhalen van hun beiden. Ook één in Nederlands-Indië. Mijn grootvader die huisarts was en het verzet steunde. En mijn dochter ging opeens allemaal vragen erover stellen aan mijn ouders. Allemaal naar aanleiding van Soldaat van Oranje. Ja, dat is zo fijn dat lukt. Ja. Was het de grootste keuze of het grootste dilemma wat jullie in die voorstelling zien? Nou, ik vond het heel erg het moment met Erik en Anton. Anton werd opgebeld dat zijn ouders waren opgepakt. En dat Erik dan de keuze maakt om zeg maar niet met hem mee te gaan en uiteindelijk in het verzet te gaan. Dat vind ik wel dat je dan echt heel veel lef hebt om dat te doen. Om zo'n goede vriend te laten vallen. Erik, kom. Zo was het. We zijn vrienden. En ze zien jou als een zoon. Het is niet mijn zaak. Het is niet mijn schuld. Het is een fout. En zo is het gewoon. Het is niet waar. Al die tijd en al laatjes barsten. En het doet je geen moer, dan kwam je hier. En het doet je geen moer. Ze zijn fout en dat praat je niet schoon. Mijn God. En dat doet zich een vriend. Want waar heb ik zo'n vriend aan verdiend? De ouders van Anton, die waren voor de oorlog, waren ze NSB'ers. Maar het was een democratische partij. Dus het werd getolereerd als je daarbij wilde het horen? Het was absoluut getolereerd. Zodra de oorlog uitbreekt, is dat iets anders. Want dan zijn ze plotseling collaborateurs van de Duitsers. Ja. En dat is de reden waarom Erik op een gegeven moment niet met Anton mee wil naar die ouders die van Erik houden en Erik houdt van die ouders. Maar hij kan ze niet meer onder ogen komen, want ze zijn nu fout in de oorlog. Voor de oorlog waren ze niet fout. Maar nu, in de oorlog, zijn ze plotseling helemaal fout. Ja. En dat is voor Anton eigenlijk de reden om te denken, die kiest voor zijn ouders. En die denkt van, ja, maar god, die mensen zijn toch precies hetzelfde gebleven. Ik wil Anton niet alleen maar spelen als slecht. Daar zitten heel veel lagen onder. Waarom doet hij dat? Staat hij erachter? Hij pleegt ook zelfmoord. Dus je kan een hele mooie lijn spelen van begin dat hij gewoon vrienden is naar hij wordt in de steek gelaten, gaat bij de SS. Vindt daar ook niet zijn echte geluk, want dat is ook niet gelukmakend. En kiest daarvoor om dan gewoon maar niet meer te willen leven. Dus het is een heel rijk personage wat veel meer is dan goed of fout. Waar de Joodse studenten moesten registreren, anders dan zouden ze de universiteit niet meer openen. Nou, ik weet niet, ik was nogal
zou zeggen, een trots leienaar. En ik zei, jezus, dat kan niet, dat kunnen we gewoon niet doen. Dus toen ben ik voor de eerste keer in verzet gegaan door dat pamflet te schrijven wat we 's nachts overal opgehangen hebben. Wat zo brutaal was dat het absoluut duidelijk was dat de Duitsers dat niet zouden slikken. Aan de ene kant is het een goede keuze omdat hij dat Leids manifest heeft geschreven. Maar aan de andere kant is dat ook niet langer nagedacht met wat voor consequenties dat kan hebben om dat manifest te schrijven. De consequentie is uiteindelijk dat een van zijn vrienden, zijn Joodse vrienden die erbij is als ze worden opgepakt, Bram, die wordt uiteindelijk neergeschoten. Laat Bram leven, ik smeek het je, Anton. Anton! Ik smeek het je, Anton. Alsjeblieft. We waren vrienden. Waren? Toen ik je vroeg om mee te gaan naar mijn ouders, heb je geweigerd. Ze waren dol op je. Anton. Hij moet smeren. Anton! Is dit leerzaam voor jullie? Ja. Ja. Ik denk vooral omdat je nu een musical ziet, is toch anders dan dat je het in een boek leest. Je leeft nu echt erin. Al je zintuigen, zeg maar, je ruikt het, je hoort het, alles beweegt. Ja, het is heel anders dan in een boek lezen. Maar je kunt ook een boek lezen of je kunt naar een museum gaan. Veel musea waar ook de Tweede Wereldoorlog behandeld wordt in allerlei verschillende vormen. Ja, maar ik denk dat dit veel meer bij mensen aankomt doordat je er, zeg maar, je zit er eigenlijk gewoon in. Zeg maar, ik zat in ieder geval in de musical. Dan denk je, wauw, ik snap nu echt hoe zij zich hebben gevoeld. Als je het echt ziet en ook de ontroering kan voelen, want dat is in geschiedenisboeken toch altijd lastig om ook er echt iets bij te voelen. Is denk ik heel goed dat jongeren in de zaal dat ook kunnen voelen. Dat is meer actueel dan ooit, denk ik nu. En dat publiek wat deze voorstelling ziet, gaat volgens mij ook wel doordenken hoe het nu zou zijn. Als wij niets doen, wie dan? Is een hele belangrijke zin in de voorstelling. Ik denk dat we dat eigenlijk elke dag aan moeten denken. Als wij niets doen, wie dan? Je moet jezelf vragen, als de wereld in brand staat, wie blust dan het vuur? Het is 2014 en in augustus stond er op de voorpagina van mijn krant de zomer van grote brandhaarden. Oekraïne met dat ongeluk, wat dus niet per ongeluk gebeurd is waarschijnlijk. De Gaza, Syrië, Irak, nu de ISIS er nog met de onthoofdingen bij inmiddels. De vrede staat op de tocht. Dus laat de kinderen maar komen en kijken wat in 1940 een jongen in Nederland deed en zo de soldaat van Oranje werd.